Welcome to this lesson about Dutch in action. First, study the words to know. Then, listen to the pronunciation and repeat out loud. Don't forget to like and subscribe. Let's go! Boodschappen doen. Words to know. Boodschappen doen, supermarkt, slager, bakker, meenemen. Wat heb je nodig? Ik ga boodschappen doen. Waar ga je boodschappen doen? Ik ga naar de supermarkt. De slager en de bakker. Wil je voor mij ook wat meenemen? Prima. Wat heb je nodig? Melk. Eieren. Koffiecups. En een fles wijn Dat is goed. Ik zal dat voor je meenemen. Super. Op het werk. Words to know. Werk. Week redelijk voorbereid bij praten details hey hoe gaat het op het werk redelijk goed we hebben een drukke week gehad. En met jou ook behoorlijk druk. Veel projecten op het moment. Heb je die presentatie voorbereid waar we het over hadden? Ja, die is klaar. Zullen we even bijpraten over de details? Klinkt goed. Laten we dat doen na de lunchpauze. Naar de film. Words to know. Naar niet echt de film zin om mee te gaan. Klinkt leuk. Afspreken. Hoi, hoe gaat het met je? Goed, dank je. En met jou? Ook prima. Heb je plannen voor het weekend? Niet echt. Misschien gewoon chillen. Jij? Ik ga naar de film met wat vrienden. Zin om mee te gaan? Klinkt leuk. Ik ben er graag bij. Geweldig. Laten we zaterdagavond afspreken om zeven uur. Afgesproken. Taxi bestellen. Words to know. Bestellen. Op te halen. hoofdingang herken binnen enkele minuten Hallo ik heb een taxi nodig om me op te halen bij het treinstation. Taxichauffeur. Natuurlijk. Waar ben je precies? Ik sta bij de hoofdingang van het station. Dichtbij de taxistandplaats. Prima. Ik kom eraan. Wat is je naam zodat ik je herken? Ik ben Sara. Goed, Sara. Ik ben er binnen enkele minuten. Bedankt tot zo kennis maken words to know kennis maken aangenaam vrije tijd leraar gemeenschappelijk interesse Hallo Ik ben Jasper Aangenaam Hallo Leuk je te ontmoeten ik ben Suzanne. Hoe gaat het met je? Goed, dank je. En met jou? Ook goed. Wat voor werk doe je? Ik ben leraar op een Middelbare school. En jij? Ik werk in de IT-sector. Wat doe je graag in je vrije tijd? Ik hou van lezen en wandelen. En jij, ik speel graag gitaar en ga graag naar concerten. Het klinkt alsof we gemeenschappelijke interesses hebben. Boos worden. Words to know. Boos. Worden. Het spijt me. Frustrerend. Echt. Opletten. Waarom heb je dat gedaan zonder te vragen? Het spijt me. Ik dacht dat het oké okay was. Dit is echt frustrerend. Je moet dit nooit meer doen. Oké, okay. ik begrijp het. Het zal niet meer gebeuren. Ik ben hier echt boos over. Sorry, ik zal beter opletten. Beloofd. Studeren, words to know, studeren, begrijpelijk, vak, dat klinkt leuk, een paar, aanmoediging, Hoe gaat het met je studie? Best wel goed. Maar het is behoorlijk druk dit semester. Begrijpelijk. Studeren kan soms stressvol zijn nog bijzondere vakken? Ja. Ik volg een minor over kunstgeschiedenis. Dat klinkt leuk. Heb je al examens gepland? Ja. Over een paar weken heb ik mijn eerste tentamens. Stressvol. Je kunt het. Blijf gewoon gefocust en goed plannen. Bedankt voor de aanmoediging. Ik doe mijn best. Hoe ver is het? Words to know. Hoe ver is het? Goede morgen. Vragen. Treinstation. Lopend. Graag gedaan. Goede morgen. Mag ik u iets vragen? Ja hoor. Hoe ver is het naar het treinstation? Bent u met de auto? Of bent u lopend? Ik ben lopend. O oh, dan is het vijftien minuten lopen. Naar het station. Bedankt. Graag gedaan. Boom, good workout. Thank you so much for learning Dutch with me. How'd you like the content? Let me know down below. Be sure to like the video and share it. It really does help the channel out. What do you want to see next? Let me know. Subscribe and hit the bell icon to make sure you never miss a future upload.